Het Rijk stelt 2 miljoen euro beschikbaar om ouders ervan te overtuigen hun kinderen te laten vaccineren. Want steeds meer ouders twijfelen aan het nut ervan. Hier aan tafel, we hebben in de tussentijd tafelwisseling gedaan, zitten 3 of eigenlijk 4 ouders, want jij bent ook ouder. Huh? Klopt. Ja, maar Lucie, jij bent ook arts. Wat doe jij in het dagelijks werk als jeugdarts? Ik ben jeugdarts en dat betekent in mijn geval dat ik werk op het consultatiebureau. Dat is het meest bekende merk, zeg maar, wat iedereen kent. En in die zin kom jij vaak ouders tegen die vragen hebben als het ook gaat over vaccineren. Wat wel en niet en wanneer en hoe gaat dat dan en wat dan ook. Ja, klopt helemaal. Juist. Ja. Een aantal. Ik heb hier Door Frankema. Schrijver van Vaccinvrij. Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien. Hoeveel kinderen heb jij? 2. Hoe oud zijn die? Ze zijn nu 19 en bijna 17. Ja, en zijn die gevaccineerd? Ze zijn niet gevaccineerd, nee. Tegen niets? Nee. 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 Gaat het goed met ze? Het gaat uitstekend met ze. Ja, mijn kinderen hebben nog nooit een huisarts gezien. Ze zijn echt keigezond. Juist. Ja. Florie? Ja. Florie Goud? Ja. Moeder van? 4 kinderen. 4 kinderen. Zijn ze, hoe oud zijn ze? 15, 13, 9 en 2,5. Ja, net als de buurvrouw, nooit een huisarts gezien? Ze hebben wel eens een huisarts gezien, maar ze zijn niet gevaccineerd. Ze zijn niet gevaccineerd. Nee. En het gaat goed met ze qua gezondheid. Het gaat hartstikke goed met ze. Ja. En dan de man aan tafel, de vader. Joris? Ja. 2 kinderen, van 12 en 15. Die zijn voor het grootste deel wel gevaccineerd. Wat bedoel je met voor het grootste deel? Nou, niet tegen de... Ik heb een dochter en die is niet voor de HPV-vaccin gevaccineerd. Maar ja, dat is baarmoederhalskanker, geloof ik, hè? Ja, klopt. Ja, ja. Oké, laten we even gaan. Een belangrijk vaccin heet, geloof ik, BMR. Bof, mazelen, rode hond. Ik heb ze alle 3 gehad, overigens. Ja? Nee, niet alle 3. De bof geloof ik niet. Nee. Nee. Maar laten we zeggen, in de tijd toen ik heel jong was, ik ben natuurlijk wat ouder, was dat er gewoon. Klopt. De bof, de mazelen, de rode hond. Ja, en dat had je, en dat kostte je af en toe een paar schooldagen en dat was het. Wat is de reden om dat toch serieuzer te nemen dan die paar schooldagen? Nou, omdat het in jouw geval een paar schooldagen kostte, maar het ook hele andere gevolgen kon hebben. Ja, namelijk? Je kon een hersenontsteking krijgen, je kon er blijvende schade van oplopen, je kon er echt heel erg ziek van zijn. Ja. Gingen ook kinderen aan dood. Ja, dus dat is... Maar dat weet je nu niet meer. Dat is te lang geleden. Ja, het werd in die tijd door mijn moeder afgedaan als een kinderziekte. En die heb je. En dat gaat daarna gaat het weer over. En dan ga ik weer naar school. Ja. Maar goed, ik heb dan dus geluk gehad. En mijn klasgenoten misschien ook. Vanaf de laatste 50 jaar of zo, wordt dat meegenomen als een vaccinprogramma? Nee, dat is wat korter. Want het is ooit begonnen met alleen de rode hond te vaccineren. Ja. Bij meisjes alleen. Van 12 toen, zeg maar zoals de HPV-campagne nu. Ja. En later zijn die andere stoffen eraan toegevoegd. Het precieze jaar weet ik niet, maar later zijn de anderen eraan toegevoegd. Andere ziektes. En vanuit de gedachte dat het toch te gevaarlijk voor kinderen is om dit soort ziektes te ondergaan, zoals ik dat toen als jong kind heb ondergaan. Ja. Ja. Wat is dan voor jou de reden om te zeggen, ik ga mijn kinderen toch niet inenten? De reden is dat het beeld wat geschapen wordt is altijd dat de ziektes zo vreselijk zijn. Dat je eraan doodgaat en een hersenvliesontsteking enzovoort, enzovoort, enzovoort. En als je werkelijk de cijfers gaat bekijken, het CBS heeft de statistieken bijgehouden van alle sterfgevallen, dan blijkt dus dat er inderdaad in Nederland een periode geweest is dat de kinderen eraan stierven. Maar dan hebben we het over 200, 300 jaar geleden. In een tijd dat, bij wijze van spreken, een gezin van 12 kinderen op 1 kamer woonde, zonder een ijskast, zonder een waterleiding, zonder een behoorlijke sanitaire voorzieningen of behoorlijke voeding of enzovoort, enzovoort. Nederland was eigenlijk ook een ontwikkelingsland. 200-300 jaar geleden. Nou, in die tijd gingen kinderen dood aan de mazelen. Maar die tijd hebben we gehad. We leven gewoon gelukkig in een heel andere wereld nu. En wat ik dus zelf meegemaakt heb met mijn kinderen die de kinderziektes gehad hebben,
overigens krijgen gevaccineerde kinderen ook nog kinderziektes, is gewoon, het valt allemaal mee. Ja, een kind is een weekje ziek of pukkeltjes, koorts, enzovoort, enzovoort. Ja. Maar het valt eigenlijk wel mee. Ze hebben alle drie de ziektes gehad die we nu even bespreken. Mijn dochter... Bofmazelen, rode hond. Nee, kinkhoest. Mijn jongste dochter heeft een tetanuswondbesmetting gehad. Dat was dan best wel schrikken natuurlijk. Maar kinderziektes krijgen eigenlijk alle kinderen, hoor. Ja. Ook gevaccineerde kinderen. Ja. De hele mythe dat als je gevaccineerd bent, dat je dan niet ziek meer kan worden, dat is eigenlijk niet wat de realiteit laat zien. Ja, maar worden die niet juist ook ziek door kinderen die bijvoorbeeld niet ingeënt zijn? Ja, weer zo'n leuke mythe. Het blijft een soort verhaal. Kinderen die niet ingeënt zijn, dat zijn dan kennelijk de kinderen die dan ervoor zorgen dat de ziekte nog door kan gaan. Maar een feit is dat wat we eigenlijk doen, is natuurlijk absurd. In een laboratorium worden ziektes gekweekt. Er worden ziekteverwekkers, virussen, bacteriën die worden gekweekt. En vanuit dat laboratorium worden ze in een spuit gestopt en dan worden ze ingespoten bij een generatie gezonde kinderen. Ja, dat is de route, van vaccineren. Dan zeg je toch van, dan ga je toch die ziekte voortzetten. Je creëert een ziekte in een laboratorium. Ja. Je stopt hem in een spuit en je spuit hem in bij kinderen. Waarom? Lucie, waarom? Waarom? Waarom doe je dat? Ja, ik vind het persoonlijk waarom ik niet vaccineer, is omdat ik het gewoon echt krankzinnig vind, echt totaal krankzinnig, om een gezond baby kinderlijfje in te spuiten. Niet alleen met ziektes, sommige levend, sommige dood, maar ook met ontzettend veel gifstoffen en neurotoxines. Ja. Ja. Het is echt krankzinnig. Oké, maar nu... In jouw beleving, dus ik denk dat je dit, als ik mag tutoyeren even, dat je dit vaak hoort. Bij mensen die zeggen, ik wil mijn kinderen... ouders zou ik sowieso niet vaccineren. Ik wil mijn kinderen niet vaccineren. Dan zullen dit soort argumenten vaak ter tafel komen. Waarom zou ik mijn kinderen met een ziekte vol spuiten? Ja, nee, dat klopt. Die argumenten komen ook over tafel bij mij. En wat zeg je dan terug? Ja, dat... kijk, ik ga met alle ouders het gesprek aan over hun twijfels, hun zorgen. En daar zal ik... duidelijk in zijn in wat ik vind, wat ik denk. En wat ik ben van de wetenschap, dus ik kijk er op die manier tegenaan. Ja, maar goed, en, zij zegt van, luister eens, dat was 300 jaar geleden. Weet je, er zijn ook andere getallen die daar anders... of je kan ook getallen anders duiden misschien. Maar ik kijk er op een andere manier tegenaan. En zo is het, voor mij is dat de waarheid. Ja. Maar, en ik weet dat de ziektes zijn afgenomen. Ik weet dat de complicaties zijn afgenomen. Ik weet dat er kinderen minder ziek worden doordat je ze vaccineert. Of als je ze vaccineert misschien de ziekte krijgen, maar in een veel mildere vorm. Ja. En dat zijn argumenten die ouders dan ook kunnen helpen. Ja, ik vind het belangrijk om in gesprek te gaan... Ik vind het belangrijk om in gesprek te kunnen gaan met die ouders. En daar is dat geld van het RIVM ook voor. Maar nu ben je, dit is even een rondje van de zaak. Dus even zonder geld van het RIVM in gesprek met de ouders. Die zeggen bijvoorbeeld van, ik wil het niet, want je spuit gif in mijn kind. En bovendien, die ziektes die zijn er niet. Ja, die zijn er alleen maar, ik gebruik even jouw argument, omdat ze nog steeds in hun lijf worden gespoten. Ja, dat is niet waar. Kijk, de ziektes die zijn gewoon over de wereld nog aanwezig. Ja. En wij... Ja, ik wil er graag wat over zeggen. Ja, maar daarom zitten jullie ook aan tafel om er wat over te zeggen. De ziektes in die zin is dat heel geruststellend. Zijn in de wereld nog aanwezig. Ja. En we zijn ook veel meer gaan reizen bijvoorbeeld over de wereld. Wij naar andere landen. Andere mensen uit andere landen naar ons toe. Dus die verspreiding is weer veel groter geworden in de afgelopen tijd. Ja. Dat zijn ook elementen die in mijn verhaal dan naar ouders terugkomen. En overtuig je ouders daarmee? Sommige ouders wel en andere ouders niet. En sommige ouders kiezen voor een ander vaccinatieschema. Maar deze ouders kiezen voor geen vaccinatieschema. Ja, en dat is ook eigenlijk niet helemaal waar het om gaat bij het RIVM. Die zien een daling in de vaccinatiegraad. En die zien het toenemen van de twijfelaars. Ik heb nou niet bepaald de indruk dat ik hier met twijfelaars te maken heb, maar eerder met overtuigden. Ja, dat begrijp ik, maar er zitten... ik ben in een optimistische bui.
vermoedelijk toch mensen te kijken naar het programma. Ja, klopt. En dat kan maar zo zijn dat dat mensen zijn die wel twijfelen. Ja. En die wel denken van, zal ik nou wel of zal ik nou niet? Want ik hoor steeds meer mensen die het misschien niet doen en wat dan ook. En die worden hier vertegenwoordigd door deze drie mensen. Want u bent eigenlijk een spijtoptant een beetje. Nou ja, een beetje wel. Ik ben later gaan lezen. Ja. Mijn vrouw werd ernstig ziek. Toen ben ik sowieso heel veel gaan lezen over eten, medicijnen, voeding. En ja, dan komen er ook dingen voorbij als de aanbevolen Mexicaanse griepvaccin. Ja. En dan ga je verder lezen en je dingen afvragen. Ja. Dus ik heb vooral heel veel vragen. En daarna kwam de HPV-vaccin erbij, toen mijn dochter 12 werd. Ja. En ik ben er totaal niet van overtuigd dat nu een zinvol ding is. Daar heb ik. Dat begrijp ik. Ik wil even voor de discussie dat HPV-vaccin, als je het goed vindt, even van tafel halen. hoe belangrijk dat natuurlijk ook is. Maar daar is al vaak ook over gediscussieerd. En ik wil het nu toch ook even houden over de meest simpele vorm. De bof, de mazelen, de rode hond, de ziektes. Ik geloof dat u dat achteraf liever niet had willen doen, hè? Ik zou er op dezelfde manier vragen over stellen. Ik wil gewoon weten of er onafhankelijke partijen zijn die dat veilig vinden voor mijn kinderen. Ja. Of het daadwerkelijk werkt. En hoe lang ook, hè? Dat staat niet in de bijsluiter. Lucie, kun je daar antwoord op geven? Is het onafhankelijk en werkt het daadwerkelijk en hoe lang? Er zijn heel veel onafhankelijke onderzoeken. Ook het RIVM doet onderzoek naar vaccinaties. Maar er wordt over de hele wereld onderzoek gedaan naar veiligheid van vaccinaties. Hoe lang werkt het, was de tweede vraag. Dat hangt van af welk vaccin we het over hebben. Nou ja, laten we het even hebben over bof. Ik zou wel graag wat willen zeggen, hoor. Mag dat? Ja, daarom ben je. Ja, want ik popel echt. Nou, popel dan. Ja, goed zo. Ten eerste, we zijn begonnen in 1957. Als je naar de cijfers kijkt die bijgehouden zijn door het CBS... dan zien we dat die bof, die mazelen, die rode hond... dat waren geen ziektes meer, die honderden sterfgevallen. Dat was gewoon niet meer zo. De kinderen stierven daar niet meer aan. Een enkel geval. En wat er gedaan wordt, er wordt altijd een wereldwijd cijfer aangehaald. Maar als we naar een wereldwijd cijfer gaan kijken, dan zien we dat er wereldwijd nog 1 op de 7 kinderen onder voet is. Dat er wereldwijd nog 1 op de 6 kinderen geen schoon drinkwater heeft, geen sanitaire voorzieningen. Ja, als een kind wat 40 kilo moet wegen en dat weegt 30 of 20 kilo en die krijgt de mazelen, ja, die gaan er dood aan. Maar gelukkig in Nederland is dat het probleem niet meer het geval. Maar daarentegen, zou het kunnen zijn dat wij dat hier niet hebben, juist vanwege die vaccinatie? Nee, gewoon feitelijk zo dat het nu... 90% van het daling van die hele epidemie toestanden... die was al voltooid voordat we begonnen met vaccineren. Voordat we begonnen, voor 1957. Ja. En het RIVM doet net alsof het door die vaccins komt. Het is de grootste misleiding die je kan hebben. Lucie? Ja, ik denk dat wij gewoon een andere taal spreken. Dat doen we zeker. Ja, dat doen we zeker. Maar laten we proberen de taal van de feiten te spreken. Ja, nou ja, dat in 1957 zijn we begonnen met vaccineren. Ja. Er was al een daling ingezet door allerlei maatregelen. Tot nu toe spreken jullie dezelfde taal. Dus dat klopt. Ja. En de vaccinaties hebben geholpen dat echt nog verder naar beneden te brengen. 2-3%. En... Ja, ik zou graag even uit willen spreken, als dat mag. Ja. En die hebben heel erg geholpen om ook niet alleen sterfte, maar ook leed bij kinderen. En daar zit ik hier voor, hè? Voor die 170.000, 175.000 kinderen die per jaar worden geboren. De meeste mensen, 95%, laten hun kind vaccineren. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen beschermd worden en zo gezond mogelijk op kunnen groeien. En dat kunnen ze door gevaccineerd te worden tegen ziektes... die misschien nu niet zoveel meer voorkomen... maar wel ernstige complicaties kunnen hebben... als je die full-blown in de volle omvang meemaakt. Florie? Nou, u zegt die kinderen zijn gezonder... maar er is net, ik denk in Duitsland, onderzoek gedaan... dat gevaccineerde kinderen veel zieker zijn. En veel meer allergieën hebben en veel meer... gewoon heel veel meer problemen hebben. Chronische problemen. Dus dat klopt eigenlijk niet. Nou, ik ken het onderzoek uit Duitsland niet. Ik weet niet waar u precies op doelt. Nee. En onderzoek is in Nederland gewoon nooit zo aangetoond wat u beschrijft. En ik zou ook heel graag... De vaccins die opgenomen zijn in het Rijksvaccinatieprogramma... Het is veilig en daarom zitten ze er ook in. Maar en dan zou ik willen dat u eens gaat praten met een heleboel moeders... ook hier in Nederland, die kinderen hebben...
die ontzettend beschadigd zijn. Precies. Van de vaccins. Want wat u nu zegt, ja, is een totale belediging tegen al die ouders. Maar want er zijn er veel. Absoluut heel veel. Niemand beledigen. En nee. Kan er zijn meer kinderen beschadigd door vaccins dan door kinderziektes in Nederland. Maar, veel maar hoe meer. Ik wil absoluut. Wat er gaande is. Nee, maar even serieus. Ja. Want kijk, er zit een kleine ergernis bij mij, eerlijk gezegd. Dat we. Ik weet wel dat dat van deze tijd is. Dat we ook niet meer over feiten kunnen praten. Want dat iedereen zegt: nee, dat zijn jouw feiten, maar niet mijn feiten. Ja. En dat drijf je echt werkelijk tot wanhoop in bijna elke discussie. Hier zou je denken: het is eigenlijk vrij simpel. Er zijn feiten. Ja. En laten we ons aan de feiten houden. Okay. Jij zegt nu: er worden meer kinderen beschadigd door ziek van een vaccin. Dan dat ze ziek zouden worden als ze niet gevaccineerd zouden zijn. Ja. Maar dat moet jij dan toch in de praktijk tegenkomen? Kijk maar naar Lara. Ik kom dat niet tegen in de praktijk. En ik heb zelf vier kinderen allemaal gevaccineerd. Ja. Die hebben niks. Die zijn ook nooit ziek, komen ook nooit bij de dokter. Maar ik heb het al even over je werk. Kan je bij je werk kom je dat natuurlijk ook allemaal tegen. Ja, maar zo kan je ook zelf allemaal verhalen natuurlijk meemaken. En ik snap twijfel heel goed en ik snap zorgen heel goed. En daar wil ik graag over praten. En daarom ben ik ook zo blij dat nu ook mogelijk wordt. Ja. Ik ben ook vader van drie kinderen. Ik heb denk ik alle spuitjes gehad die er maar waren. Ik ben ook niet ziek geweest. Ik ben echt een hele sterke. Ik ben al jaren, ik denk misschien wel 20 jaar al, nooit ziek geweest. Wees blij. Maar u bent wel iemand mensen aan het overtuigen. Dat ze het helemaal mis hebben. Dat ze het helemaal mis hebben. Ja. Nu zijn er 95% van die kinderen worden allemaal niet ziek. Hé, laat het zo houden. Toch of niet? Ja. Ik denk waar het. Dan laat het zo houden. U bent heel erg agressief aan het praten. Van, hé, ik ben aan het popelen en ik wil wat vertellen. Nou, maar het gaat toch goed? Wat gaat moeilijk erover? Op dit moment, het gaat niet goed. Op dit moment is, dat is ook recent onderzoek van het NIVEL. Het aantal kinderen wat last heeft van allergieën, van weet ik al niet wat. Kijk maar naar een gewone normale schoolklas. Ja. Ongeveer 1 op de 4 kinderen in Nederland heeft chronische aandoeningen. Ja. Nou, waar komt dat vandaan? Maar is het bewezen dat dat uit vaccins komt? Natuurlijk. In communities die niet vaccineren, komt dat dus nauwelijks voor. Ja. Dus dat is wel heel merkwaardig. Ja, dus er zijn bijvoorbeeld in Amerika is er een community, dat zijn de Amish. En daar komt autisme niet voor. Ja. Nou, wat het punt is gewoon van, kijk, als je kinderen inspuit met rare chemische stoffen en met... We hebben het hier over aluminium. Als we dat straks in de toekomst allemaal weglaten en het gaat wel mis, voel je dan niet straks verantwoordelijk? Nou, dat je denkt van, zo, wat gaat allemaal mis? Nu is het ineens allemaal dooi aan mijn handen. Ja. Nee, luister. Ja. Ik wil het laatste woord aan Lucie geven. Want er is nu een campagne om naar mensen te luisteren. En altijd ook vooral naar mensen geluisterd worden. En daarna hopelijk ook met feiten mensen te overtuigen van het een of van het ander. In dit geval is van het een wat we nu voor 95% zo'n beetje doen. Namelijk wel vaccineren. Maar ik zie aan jouw gezicht dat niet zo is. Het gaat ook om eerlijke informatie. En die krijgen we niet. Maar waarom is dan niet eerlijk? Dat er niet gesproken wordt. Nou, ga naar een CB en vraag aan een arts, wat zit er in de vaccin? Ze weten het niet. Artsen weten niet wat in die vaccin zit. Het is niet bekend wat er in die kinderen gespoten wordt. Dat is toch allemaal wel bekend? Nee, maar dat weten ze echt niet. Het is heel erg bekend. Ik heb de bijsluiters ook liggen. Ze zijn ook te downloaden op de site. Ja. Maar heel vaak weten artsen het. Mag ik daar Jongens, praten jullie nog door? Maar wij moeten echt stoppen met ons programma. Maar ik werk perfect. Ja? Waar heb je die voor het laatst gehad? Wat? Waar heb je die voor het laatst gehad? Vorige week. Oh. Wacht maar. Goed. Nou, ik twijfel nooit. Ja? Als moeder niet en als arts niet. Dus, Nee, dat geldt voor het gros van de mensen in Nederland. Alleen is er ook een groep, en die lijkt ook steeds groter te worden. Dat is ook de reden waarom er geld in wordt gestopt. Om te kijken of je die mensen toch kan overtuigen. Die daar wel aan twijfelen. En er zitten hier ook mensen die zeggen, wij hebben uit de praktijk andere ervaringen opgedaan. Hier zal vast nog wel een tijd over doorgepraat worden. En misschien ook nog wel een keer aan deze tafel. Maar wij moeten ermee stoppen voor nu.